Hallo allemaal en welkom bij x kast nummer 60. Mijn naam is Luc ten Velde, samen met mij is Roland Jansen. Roland, hallo. Ja, hallo Luc. Hallo, het is weer tijd voor uh, een nieuwe x Ja, blij dat ik er toch vandaag nog even bij kan zijn, want we hebben een leuk hoofdonderwerp. Uh, het spande er nog even om, maar uh, ja, kan ik toch bij zijn vandaag? Ja, dus je ben be ik ben er heel blij mee. Heel goed, heel goed. Ja, je bent niet de ja. enige die erbij is uh, vandaag, want ook Stefan Stuursma is gewoon weer aanwezig. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik heb iets minder verstand van het onderwerp uh, van vandaag. Dus ik lift graag mee op de kennis van Roland. Ja, dat, dat is heel goed. Dat is een goed idee. Want we gaan het natuurlijk hebben vandaag over de beste Zelda games aller tijden. En dan trappen we gelijk maar even af met een hot topic. Dit horen we namelijk vandaag op de redactie. Alle tweede Zelda games zijn trash. Oh, 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 ja. Oh, wie, wie, wie heeft dat gezegd? Dat heeft uh, dat heeft vooral gezegd. Het was, oh. uh, het was uiteraard vast een zeker grapje. Maar goed, daar gaan we het ook onder andere ja, over hebben okay. tijdens deze nieuwe x kast no, Het no, is no. natuurlijk je wekelijkse podcast met alles over gaming, film, series, tech en natuurlijk ook gewoon digital. Trends die gooien we er ook gewoon bij. Want ja, we doen het eigenlijk allemaal. Maar we focussen ons voornamelijk op de games. En daarom gaan we het hebben over de beste Zelda games aller tijden. Wanneer kun je een nieuwe podcast vinden? Dat is heel simpel. Je kunt hem live elke vrijdagmiddag kijken om 1 uur s middags, En anders krijg je hem gewoon op de zaterdagochtend om 10 uur s ochtends in je podcast feed binnen. Dus geen stress. Je kunt hem altijd gemakkelijk vinden via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En als je nou heel erg van ons houdt, wij houden ook namelijk heel erg van jullie. Laat dan even een mooie review achter. 5 sterren op Apple Podcast en Spotify bijvoorbeeld. Kun je heel gemakkelijk doen, dus doe dat eventjes. Help je ons enorm mee. Goed, dat allemaal gezegd uh, is allemaal gezegd. Roland, vorige ja. week aflevering 59. Toen zeiden we het is Star Wars dag. Roland, jij bent de oude rot van ons. Jij hebt de meeste nostalgie <laughs> van ons allemaal. <laughs> dus, ja, zo, zo kun je het ook verwoorden. Precies. Ja. Dus we geven jou gewoon charge over het opstellen van de beste. Star Wars Games. En dus nam je ons mee op een nostalgische trip door de geschiedenis van Star Wars. En toen dachten we, ja, waarom doen we het eigenlijk niet gewoon deze week weer? Maar dan voor Zelda. Want deze week waren er wat geruchten. Ja, dat klopt je. Ja. Over mogelijke HD ports die later dit jaar gaan verschijnen op de Switch. Mm, Wil je dat ik toelichten, meer. Rolly? Uh, ja, ik, ik heb die geruchten maar vaag meegekregen hoor, want ik, ik ben best wel druk geweest uh, deze, deze week, maar. Het is wel, weet je, op het moment dat er gepraat wordt over HD ports van oude Zelda games. dan ga ik toch wel een beetje zitten van. Oeh, welke Zelda games gaan ze doen? Want, nou, dat is al jij... duidelijk. Gelukkig. Het ja. zijn namelijk gewoon de Wii ja. U ports ja. die, uh, die door moeten komen van de Wii U naar de, naar de Switch. Dus dan hebben we het, het nou over. Dat de... gebeuren. Wind Waker HD, <laughs> die, die, die moet doorkomen naar de, uh, naar de Switch dit najaar. En de andere is. Uh... Um, Twilight Princess HD mogelijk is het eerst de een dan pas de ander. dus dat we de ene dit jaar krijgen en de andere dan waarschijnlijk pas 2024 dat we, ze willen namelijk een beetje de trend aanhouden dat elk jaar tenminste één echte Zelda game of tenminste gewoon een Zelda game uitkomt vorig jaar hadden we natuurlijk uh, Skyward Sword die het die, HD jasje eindelijk kreeg uh, het jaar ja. daarvoor was 2020 welke hadden we toen uh, Link's Awakening nee dat was 2019 overigens. Dat was 2019. Is het 2019? Ja, dat is 2019. Oeh. Ik weet niet of we vorig jaar... of we dan 2020 mm. eentje gehad hebben. Ik nee, geloof het niet. niet, want dat is... Nee, wegens, co wegens COVID uh, natuurlijk... Een, uh, een ding dat ze ja. hun hele planning om moesten gooien. Um, ja, en dan hadden we... 2018... Uh, hadden we nog die DLC... van... Uh, van Breath, of the Wild. Breath of the Wild. Staat mij bij... of het was die crossover game... de Switch generatie heeft in ieder geval heel oh, veel... Right, yeah. dat is heel ook veel zo. games gehad. Uh, rondom Zelda. Uh, ja, even kijken. 2015 had je Triforce Heroes nog. Link between worlds. Die was in 2013. Ja, 2020 was Hyrule Warriors Age of Calamity. Dat was een Age of Calamity. Ik denk Niet echt een Zelda-game, maar goed. Het is nee. een Zelda-gethematiseerde. Het heeft het, het, het thema, inderdaad. Ja, precies. Um, zo, dus zo, zo, zou een, zo zou je het een beetje kunnen zien. Um, dus ja, dat, dat, dat beloofde veel goeds, hopelijk. Maar ja, dat deed ons dus wel gelijk denken. Wat zijn nou de beste Zelda-games alle tijden. Roland, ik uh, vermoed dat je ons weer een uh, top 5 hebt laten maken. Ik heb in ieder geval weer een top 5 opgesteld. Ik dacht dat het wel weer uh, nodig was. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel handig. Ik, ik had daar nog niet echt over nagedacht, want ik wou sowieso eigenlijk eerst even aftrappen met een paar games die we sowieso af kunnen strepen. En die hebben echt heel duidelijke redenen. Okay. En dat zijn Legend of Zelda 4 Swords en Legend of Zelda Triforce Heroes. Uh, co-op games. En Triforce Heroes is dan nog een gevalletje erger dan Four Swords, omdat Four Swords was multiplayer, wat je zei, het zijn co-op games. Yeah. Four Swords was multiplayer was een beetje een gimmick, maar je kon prima in je eentje door die game heen spelen. Triforce Heroes is, is echt multiplayer gebonden. Mm het -hmm. uh, just doesn't work Op man. de 3DS ook nog. Het, 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 het werkt gewoon niet. Het, het is echt een drama. Dus die kunnen we gewoon echt gelijk afschrijven. Okay, dat, nou ja. dat, dat we ook gewoon van tevoren al gezegd hebben: die, dat, dat komt bij de lange na niet in de buurt van, van de beste Zelda-games. Dus dat, dat, ik mag rechtstreeks in de prullenbak. Ik doe dat nooit meer, Nintendo, alsjeblieft niet. Oké, okay, dan. Nou, Roland, dat is een pittige <laughs> mening. Ja, duidelijk. Ja. Ja, ik, ik, kijk, ik kijk heel erg naar Legend, uh, The Legend of Zelda als echt singleplayer titels. Goed, ja. uh, goede singleplayer titels met een ijzersterk verhaal. Goede RPG-elementen en dat soort dingen. En dan, ja, dit, dit soort dingen, weet je. Het, het is leuk, maar hou het lekker even een beetje buiten de franchise. Schuif doe doe het dan. Ja, ja, beter. De, de, Weet je, doe dan net zoiets als Hyrule Warriors. Weet je, dat je een, 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 een aftakking maakt, maar betrek Link daar niet bij. Alsjeblieft niet. Dat, okay. dat is gewoon... Ik snap je ja. pleidooi. Ja, yeah. <laughs> dankjewel. Dat je weet hoe, hoe groot de Zelda franchise is. Er is zoveel beter dan dat soort kleine co-op titeltjes. Ja. Yeah. Yeah. Zelfs die yeah, gekke like Metroid co-op game op de 3DS, dat was ook niet nodig. Nee. Federation Forces of zo. Federation Force, inderdaad. Dat, uh, ja. dat was hem. God, we maar, all know that bad times. Dat hebben ze nu ik... genoemd. Dan kunnen ze nu. Uh, ja, raamheid, die, 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 die zijn verder. gewoon het, het, het raam uitgegooid. Klaar, daar hebben we het niet over. Dan wil ik wel jullie top vijfjes horen. Ja, Stefan, wil jij aftrappen met je nummer vijf? Of mag ik uh, o, aftrappen? Begin met... jij maar, want ik zit nog even te kijken of ik überhaupt op vijf kom. Oké, okay, nou helemaal goed. Ja, meer nou, mijn mijn <laughs> nummer vijf, en dat gaan we gelijk controversial Ocarina of Time, mm. ik, ik sta echt op het punt om nu gewoon direct weg te lopen. Hoe de fuck staat Ocarina of, of Time? Buiten de top 3. Omdat ik Ocarina of Time nooit uitgespeeld heb als een game. Omdat ik, zeg maar, destijds toen de game uitkwam, was ik één jaar oud. Dus ik heb nooit echt een nostalgie gehad. En die mogelijkheid destijds gehad om echt goed te spelen. Dat, die, die heb ik gewoon, die kans heb ik gewoon nooit gehad. Want ik had een Gamecube. Maar die heb ik echt maar tot het einde ja, heel laat gekregen. Toen de Wii eigenlijk al uit was. En op de Wii kon je vervolgens niet Ocarina of Time spelen. Dus het was vervolgens wachten. Kwam ook niet op de DS, het kwam ook niet op de Wii U, het kwam ook niet op de Switch. Tot, tot heel laat. Maar ja, toen was je inmiddels al 15 jaar verder en was early 3D was al niet meer wat je het ging spelen. Dus toen was er één moment waarop ik hem wilde spelen en waarop ik hem ging spelen. En dat was toen de 3DS uitkwam. De Nintendo 3DS kreeg namelijk Queen of Time 3D. Ik had ja. die game er gelijk bij op vanaf het moment dat die uitkwam. Ik heb hem toen twee, drie uur gespeeld en ik dacht van ja, oké, okay, de 3D is echt een flinke gimmick. En verder ziet de game er nog steeds relatief gedateerd uit. Uh, want ja, de, de, de 3DS kwam in 2011 uit mijn hoofd, uh, dus dat, ja, dat is nog steeds bijna 13 jaar later, en dat heeft uiteindelijk nooit een heftige indruk op me ge gemaakt. Enige van het, het verhaal zelf daarentegen vind ik wel heel goed. En het verhaal heb ik dan ook helemaal gelezen, want ik heb namelijk wel de Ocarina of Time manga-boek. Uh, Die heb kijk, ik. Okay, Die is wel overigens okay. een beetje neemt wat liberties, want Link uh, heeft gewoon full on tekst en dergelijke. Is gewoon echt een personage, niet meer een avatar. Als dus, uh, wordt het wel een heel kort boek, hè? Uh, ja. ja. <laughs> nou, ja, dat gebeurt wel. Dus, en dat is, Ik vond dat wel okay. heel erg tof eigenlijk. Maar ja, dat is dus de reden waarom die bij mij uh, uh, daar staat. Ja, ik twijfelde tussen deze en tussen mijn nummer 4. Maar mijn nummer 4 heb ik ook niet helemaal uitgespeeld. Maar daarvoor was ik echt 80, 90 procent there. En die laatste 10 vervolgens niet, omdat mijn... Uh, ik ga niet vertellen wat het is, want dat is een spoiler voor zometeen. Maar daar, daar komen we straks wel op. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben hier helemaal in shock door, want Ocarina of Time staat bij mij dus echt stipt op één. Stipt op dus één? echt by far de beste Zelda-game die ik ooit heb gespeeld. Oké. Wat je zegt, Brawl is fantastisch en voor dat moment in tijd was de gameplay was ook gewoon echt ijzersterk en het zag er echt heel tof uit, dus weet je, kijk. Ik, ik snap wel wat je zegt als je het nu speelt. En je ziet dat die 3D-modellen, dat soort dingen. Ja, het, het is een game die uit. Welk jaar kwam die? 1998. Ja, 1998, hè. En 64 ja, dat, toch? Ja. Ja, en 64. Ja, nee. dus dat, dat is natuurlijk gewoon heel erg gedateerd. Ja, dat... En ik, ik snap dat wel. Maar het, het verhaal wat daarin zit is. Dat hebben ze nooit kunnen overtreffen. Dat, dat is hmm. echt ongelooflijk. Maar je, je hebt, heb je hem destijds gespeeld? Ja. Ja, precies. Dan zit er bij jou denk ik ook wel een dikke nostalgiefactor aan vast natuurlijk. Ja, dat, dat, Lekker, dat helpt mee. Als ik oude games uit mijn jeugd ga spelen die er echt gewoon echt heel lelijk uitzien... ...die kan ik ook nog relatief goed doorspelen omdat ik gewoon zo'n nostalgisch gevoel daarin heb. Ja. Ik heb laatst mijn Gamecube hier weer aangesloten op oh. mijn tv. Ja, goed idee. Ik, heb dus, ik heb dus Nightfire liggen. Dat is echt een kut game. Oh. Maar die heb ik vroeger oh. zoveel gespeeld... Dus voor mij hoe kut die game ook is, ik vind het gewoon prachtig om dan weer yeah. door die level heen te lopen en te zien hoe klunky eigenlijk alles is. Je ja, hebt meestal ook die... nostalgie voor die game gewoon. Ja, maar ja. als je dat, als ik dat naar nou ga naar 13, 14 jaar geleden toen ik 12 was, toen uh, ja, toen zag je daar, ...kon je daar doorheen, kijken... toen was het, dat soort games waren toen nog mooi en nou, modern zeg maar. Ja. Maar als je ook die, dat richtte, als je dan de, de trigger indrukt, dan moet je zeg maar je crosshair over dit beeld beweegt. Het is allemaal zo gedateerd nu. Maar ja. het is gewoon grappig om dan te kijken. wat je vroeger tof vindt. hoe dat eigenlijk nu. Oh, zeker. Ja. Daar gaan we het straks ook nog zeker over hebben. Een beetje gaar geworden is. Daar gaan we het, daar gaan we het straks uh, zeker ook nog over hebben. Want het, ik, ja. niet, om niet al te veel weg te geven over... De, wat hebben we gedaan? Uh, Luc heeft wat, uh, wat Steam Deck dingen gedaan. En die speelt nu al zijn oude games weer. <laughs> <laughs> we een goede, mo goed moment om al diezelfde games misschien een keer op te zetten. Ja, exact. Oh, system uh, 64 uh, Allemaal leven. geïnstalleerd momenteel. Oh, en dat uh, is een beetje kijk. ding. Ik heb ze bijna allemaal gewoon liggen. Sterker nog, ik kan... Uh, Ocarina of Time kan ik spelen op... Uh, kan ik spelen op de Switch momenteel. George Mask is later toegevoegd via die N64. Alleen die... Nou ja, de, ja die, die, die werkt niet heel geweldig. Die emulators van Nintendo die werken alleen gewoon best wel bagger. Uh, ja. Helaas. Die zijn lelijker maar... dan de originele game volgens mij. Precies, en, en ik heb ook gewoon nog een N64 liggen. Maar ja, dat is dan gewoon even een handigheidje. En weet je, het is wel zo'n dingetje van... Ik ben niet heel, ik ben niet echt voor emulators of dat soort dingen... omdat je daarmee... Ja, je kunt games stelen. En dat is natuurlijk nooit waarvoor het bedoeld is. Um, maar ja, als je, ik, vind het zelf, ik heb zelf altijd een beetje van. Ja, maar als ik ze ook al heb liggen, maar dit is gewoon op een makkelijkere manier. Of misschien verbeterd, gra, wat grafisch er wat beter van. Ja, dan vind ik het net een ander argument. Maar goed, we zijn hier niet ja. te, het is niet de Ambulator Podcast. Dus uh, laten we daar. Uh... Grijs, gebied, grijs gebied, snel verder. Ja. Ja, ik, 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 ik wou dus inderdaad net gaan vragen. Uh, Stefan, heb jij inmiddels een top 5 -lijst? Ik heb er geen 5. Weet je wat het is? Ik heb er geen 5 gespeeld. Daar ben ik meteen heel eerlijk in. Oh, um, Oké, okay, je bent nog erger ja, dan Luc. Dus. Ik ja, het zeggen. precies. precies. Hey, wat het is, ik ben, uh, ik ben inderdaad wel opgegroeid met een, een GameCube en een Wii, maar ik heb nooit die Zelda-games gehad. Um, dus het is een beetje vanaf het DS-3DS-tijdperk dat ik een paar Zelda-games gespeeld heb. Nou, nou dan, hoe, hoe, je hebt een top 3 in dat geval? Of? Nee, ik heb er 4 nou, waarvan ik weet dat ik in ieder geval gedeelte gespeeld okay, heb. Oké, maar dan gaan we eerst naar Roland, zijn nummer 5. Precies, en dan gaan we dan lekker door. Ja. Oké, okay, mijn nummer 5. En dat vond ik eigenlijk nog best wel een lastige. Omdat ik. Er zijn heel veel Zelda-games die ik wel een warm hart toedraag. Maar voor mij wordt nummer 5 The Wind Waker. De Wind Waker staat er niet okay. in mijn top 5. Niet in je top 5. Nee. Oké, okay, ja, dat kan hoor. Want ik, ik merk. Ik, ik heb me natuurlijk ook een beetje uh, ingelezen in. Veel meningen online, en ik merk dat ik heel veel controversiële curses heb. Uh, dat uh, sommige mensen me misschien levend gaan vullen Oh, en uh, dat wordt een ja, hele leuke aflevering. <laughs> ja. Marcus, onze ja, en de man, die gaat ook de... mij uh, een bendeel Ja, waarschijnlijk. Je waarschijnlijk ons allemaal. Uh, maar ja, The Wind Waker staat bij mij dus op plek 5. Ik vond dat een heel toffe game op de Gamecube. Ik kwam in 2002 uit, december uh, destijds. Ja, gewoon leuk. De, 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 het, het is een wat. Uh... Ja, hoe leg ik het uit? Het, het kwam voor mij wat kinderlijker over, misschien. Ja, De artstijl is natuurlijk heel anders. Ja, de, de, het, het is een heel andere artstijl. Ik vond het gewoon ja, heel leuk om te spelen destijds. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet super veel meer van die game herinner, maar ik weet dat ik hem wel altijd heel erg leuk vond en hem wel meerdere keren gespeeld heb. Uh, het is een artstel die gewoon vandaag de dag nog steeds werkt. Ik bedoel, je kunt de, ja. de, de HD-versie spelen van de Wii U natuurlijk, mits je een Wii U hebt, maar ook de Gamecube-versie spelen is niet per se heel veel slechter, want ja, oké, okay, je hebt 480p grafisch in plaats van dat je 1080 hebt, dat is, <laughs> maar dat is het enige, want de cel-shading uh, cel werkt nog steeds gewoon. Dat, ziet er, dat, dat is juist ja, misschien het wel het een stapje. Ja, het werkt echt heel goed. Ja. Ja. Het is misschien ja. een nostalgisch randje zelfs om te spelen op de Gamecube. Want daar heb je ook natuurlijk niet de tablet controle waar je dan de map op moet doen. Want dat is wel het ding. Als je de Wii U-versie pakt, dan heb je de tablet controle in je item en dergelijke zitten op die. Op die uh, zitten, ja, zitten via een tweede en second screen er toch bij. Tenminste, gro grotendeels, dacht ik. Ja, maar de Gamecube-versie maar... had dat ook niet. Dus dat kunnen ze in principe prima zonder doen. Nee, precies. Ze hebben de Switch wel spelen. Klopt, maar als je, ja, als je, als je op de Switch wil spelen, kunnen ze dat er makkelijk uithalen inderdaad. Of tenminste, dat hoop ik. Maar moeten daar uiteindelijk wel uit komen natuurlijk. Ja, dat is waar. En dat wel, hoop ik, ik nog steeds. Dat hoop ik ook nog steeds, want dan, ja, die wil ik dan inderdaad ook oppakken. Ja, ik heb deze dus inderdaad ik heb de HD-versie van de Wii U, die heb ik wel gespeeld toen ik namelijk een Wii U had, een van de, een van de vijf. Uh, Op de planeet die een Wii U had. Precies. Toen waren er twee games die ik erbij had en dat waren Mario Kart 8. Die heeft ongeveer 835.283 miljard uur speeltijd gekregen. En uh, de, de Wind Waker ACD heeft een, uh, een uurtje anderhalf half gekregen, want daarna ging ik, uh, zeg maar ik kocht hem een dag of twee voordat ik op vakantie ging en ik dacht toen wel van, oh ik kan niet wachten om te spelen, dus ik ben hem gewoon gelijk gaan spelen ook. En nou, uh, een uurtje kon ik toen die avond erin, daarna moest ik verder met inpakken, de volgende dag gingen we weg. En vervolgens kwam ik terug van vakantie. Geen flauw idee meer waar ik was. Maar ik had wel net dat eerste anderhalf uurtje erin zitten. Dat zeg maar van... Oh ja, maar ik, wil, ik heb niet de zin om nu gelijk weer opnieuw te gaan spelen. En toen heb ik hem eigenlijk gewoon links laten liggen. Tot op het moment waarop ik dacht van... Nou, dat komt alweer een keertje. En toen kwam de Switch uit en dacht van... Wii U, verkoop Switch <laughs> van mij. Maar de, de Switch is toch ook eigenlijk wat de Wii U had moeten zijn. Dat weet iedereen. Dus ja, eigenlijk, dat ja, heeft ja. Nintendo ook door. bijna volgens mij ja, op Wind Waker na is alles toch al gepoord. Dus uh, ja. Ja, ja, misschien één of twee titels na, Twilight maar. Uh, uh, ja, maar goed, die komt ja. er ook aan horen we nu. Dus uh, Als het, wat dan Dat ja, is goed wel. Ja, um, ja uh, Roland, voordat we dan naar de nummer 4 gaan, wil jij nog door de tijdlijn heen lopen? Want ik denk dat we dat beter vooraf kunnen doen dan, na, dan achteraf. Of denk je gewoon van weet je, we gaan de, gewoon die top 5's door en dan. Uh... Oké, okay, de, de tijdlijn is relatief. Relatief complex, want het, de, de, de games zijn niet zeg maar, in chronologische volgorde uitgebracht. Okay. Hebben ik uur denk dat het leuk is om nodig? gewoon die top. Of... <laughs> ja, ik denk het wel. Hebben we dan een uur extra ja. nodig om die tijdlijn te doen? Ja. Dan gaan ja. we dat zien. Ja, ja, dat... ik, ik denk dat we gewoon lekker onze top 5's moeten doen. En dat ze, als Roland nog wat honorable mentions heeft aan het einde, we van ja, deze ik, game verdient nog wat aandacht. Ja. Nou, ik, 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 ik heb inderdaad nog wat honorable mentions, maar. S dit, 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 Stefan, ja. jouw nummer 4 in dat geval. Ja, dat is eentje die ik ook maar puur gespeeld heb op de DS. Oh toen nee, ik echt oh nee. Middel, ja, oh ja, 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 Oh nee. A spirit Tracks. Oh nee. <laughs> oh hey, nee. No. Ik, ja, ik heb jullie van tevoren gezegd: ik ben geen Zelda-kenner. Ik heb er maar een paar gespeeld. Nee, oké, okay, dit was echt. Oeh, dit is de trashfire-lijst van, van Nederland. <laughs> dit, is echt, dit, dit is echt een drama. Ik, 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 als je zelf naar fans luisteren, ik snap volledig als jullie gewoon compleet afhaken. Dit, dit is... Ja, ik kan er niks is... anders van <laughs> waken. Ja, je kan, uh, je uh, kan niet overal de beste Kijk, zo. Ik oh, heb gewoon. deze ook gewoon. Ik heb deze gespeeld. Maar na een half uur wist ik al, dit gaan we niet doen. Want op het moment dat je dat duidelijk werd dat je touch controls van die, met die stylus moest gaan gebruiken om de game te bedienen. Was het gewoon. We gaan nou, ik, denk dat, ik, denk dat, ik denk dat 12 twaalfjarige ik daar niet zo'n probleem mee had. Want ik kan me niet herinneren dat ik me heel gefrustreerd voelde toen. Oh, ik wist gewoon gelijk van... Ik kan het niet de D-pad gebruiken. I'm not doing this. Oh, dat, was echt nee. gewoon, dat was echt mijn ding. In ja, 2007 kwam die game uit natuurlijk. Of uh, Spirit Tracks of 2009? Ik durf niet te zeggen wanneer die uitkwam. Spirit ik Tracks 2009, Phantom Hourglass Alleen dat ik een heel mooi kaartje had... waarvan ik de naam niet noem, waar opeens een extra games op verschenen. Oh ja, die ken ik. Uh, die, oh, die... ja. Nou, poef. Ja. Oké. Okay. <laughs> Daar stond hij ook op. Ja. En, uh, uh, ik heb hem gespeeld. Ja, ja wat durf ik te zeggen. Het is twaalf jaar geleden. Ik heb geen idee meer hoe en wat. Maar uh, we moeten een top 5 hebben. Dus, ja. Is dat... uh, bij jou is het sowieso een top 4 En dan... Ja. ja, als je de maar vier gespeeld hebt. Hij staat wel op de laatste plek. Laten we het zo ja, zeggen. Ja, oké, okay, dat is dan wel weer. Maar hier kunnen we alleen maar omhoog. Uh, uh, jongens, nee. ik heb mogelijk een. Uh, 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 een uh, <laughs> er, gaat, er staat wat te gebeuren. Er staat wat te gebeuren. En jullie gaan dit uh, zo zien. Uh, ik, word namelijk, ik krijg een aanval over mij, uh, over mij heen. Je krijgt uh, een aanval. Over ja, je ja. Heen. en dat uh, is niet wat minder dan. Oh. Thomas de Seppeling. <laughs> over Spirit Tracks, houden. Thomas de Seppeling, uh, lieve Geweldige mensen. Geweldige game. Nee, Thomas. <laughs> nee, Thomas nee, hou uit. op. Fuck. Oh, man. <laughs> ik word gebeld, ik krijg ineens berichten en het is niet Hallo? gemeen doen over Spirit Tracks. Hallo, Thomas. Here we ben... go. headset viel uit. Hallo? Hallo, Thomas. Je Hallo. zit in de x kast uh, Jij wil iets zeggen Hoi. over Spirit Tracks, begrijp ik. Ja, het is top game. Top game, nee, kijk, tenminste iemand die me steunt. Luister. Spirit Tracks was oprecht zo goed. De story was zo goed. Ik ja, moet echt you? geen ruzie zoeken hier, hoor. Nou ja, Thomas, <laughs> met Thomas, de, 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 de stylus touch controls waren helemaal niks. Dat was drie keer drama. Weet je dat ik echt oprecht. Oké. Okay. Ik ben, ik ben echt in totaliteit twee keer flauwgevallen in mijn leven, right? Eén keer was ik bij gimmel op school. De andere keer was in die kuttoren, toen je de hele tijd op die kutfluit moest blazen. En dat echt twintig keer moest doen. Ja, dan lag ik op de grond met mijn DS. Flauwgevallen. Oh, en jij zegt dat Spirit oh, ja. Tracks een goede game is. Je bent flauwgevallen de 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 door deze game. Een de geweldige de memorabele game. game. De, 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 memorabel is het zeker. Memorabel is het zeker. <laughs> dat wel. Ja. Uh, Thomas, ja, een andere game die ook al genoemd is in de top 5, uh, Roland's uh, nummer 5 aan zit. We hebben het vandaag in de x over de top 5 beste Zelda-games alle tijden. Ja, ik voel Son... me best wel fan dat ik niet uitgenodigd ben. Dus, dus uh, <laughs> to, ik hou to, me hier vanaf. Ik ben niet de host. To be fair, het to uh, topic kwam vrij laat tot stand. Dus de, nog invite sturen was misschien wat lastig. Maar ja, je mag erbij blijven voor de rest als je daar. Uh, als je daar zin in hebt, ja, oké, okay, nou dan, dan, ja, wil goed, ik eerst, dan wil ik eerst naar jouw nummer 5 natuurlijk nog. Want wij zijn nu net met de ronde van nummer 4 uh, aangekomen. En met jouw nummer 5, wat is jouw nummer 5? Uh, als je mij even twee, twee minuten geeft, dan ga ik even snel een lijstje. Bij is goed, maken. doe dat. Dan gaan, ja, ik, ik, dan ga, ik ga je zometeen verbaasd met Roland's nummer 5 eerst nog. Maar eerst uh, gaan we dan door naar mijn nummer 4 voor nu. Dan gaan we daarna terug naar jou, Thomas. Mijn nummer yes. 4 is uh, de Minis Cap op Game Boy Advance. Damn. Ik zie een zuur gezicht. Ik zie ook een zuur okay. gezicht. Roland. <laughs> uh, ja, zou ik mezelf eerst hey, defenden? Of, uh... Ja, nou, nou ja, kijk, ik, ik moet er natuurlijk enigszins rekening mee houden dat je gewoon niet allezelfde games <laughs> hebt gespeeld. En dan is het een beetje van. Ah oh ja, weet je, dan komt zo eentje als deze er natuurlijk tussendoor zetten. Dus, uh, kijk, en, en dat is en, inderdaad de reden. Dat er, er, is er inderdaad de reden. Er, er zijn namelijk echt. Een top 5 samenstellen is best wel complex voor Zelda, omdat er heel veel goede games zijn. En eigenlijk geen een van de handheld games, zou ik ooit in het lijstje zetten. Nee, dat... is wel ding. Ik vind de Cap vind ik dus daadwerkelijk gewoon een hele leuke. Ja, het is heel, het is heel ja, anders. Nee, en de, ja. de Game Boy art Style die, die Pixel die werkt ook gewoon nog steeds zo goed. En is daardoor momenteel ook nog steeds goed herspeelbaar. Uh, en een leuke ervaring. Ik zeg niet dat het een fantastisch goede game is. Het, is gewoon mijn, het staat in mijn top 5, omdat ik er echt vroeger heel veel tijd in heb gestoken. En ah, goede herinneringen zijn ook belangrijk. Mijn, mijn gameboy ja. ging dus kapot, ongeveer bij het einde van deze game. Dus daarom gaf ik automatisch al van: ja, ik moet wel deze prioriteit geven over Green of Time, die ik dus veel minder gespeeld heb. Fair, dat ja, snap ik wel. Dus dat heeft daar heel erg mee te maken. Verder de, de, de mechanic van het groter worden en het kleiner worden dat vond, ik ook, uh, gewoon, dat vond ik ook gewoon erg leuk uh, verwerkt in de game. Het enige wat moker irritant was, was je hoed daar tevens een groene gans in zat. Dat was echt, uh, <laughs> dat was echt een verschrikkelijk beest. Die zat alleen maar constant in je oor te toeteren en te tetteren en het was helemaal niks. Ik zit even te kijken, hoe heet die ook alweer? Dat, 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 die die rotcap met de miniscap. zelf. Oh man, man, man. En alleen aan hem heb ik echt een nachtmerrie. Dus... Mag ik ook een nummer 6 toevoegen? Nee. Honorable mention is dat. Uh, die bewaren ik voor het einde. De scheids, is streng, de scheids is streng. Ja, nee, ik ben streng. Het is de top 5. Wat is, je, wat is je nummer 5, Thomas? Uh, ja, miniscap. Die, 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 die is best een beetje boring, want die heb jij net toegelicht. Hey, ja, maar waarom, staat die, waarom is die bij jou nummer vijf? We hebben dubbelingen, hè? Um, ja, waarom staat die nummer vijf? Ja, omdat dat, ja, die erboven zijn beter. Ja. Hé, nee. ja, ja, ja. ja. Dat is hoe een lijst werkt. Wat, 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 wat vond jij van die, van die stomme rotgans die op je hoofd zat? Oh, geweldig. <laughs> ik, ben, ik ben ook een van de weinige <laughs> mensen die vier echt geweldig vindt. Vie? Wie, oh, wie is. Ja, vier, dat ja. is die bitch in dat zwaard. Oh uh, ja. <laughs> <in> Skyrim's <Sword. laughs> Oh nee. Ja, man. Oké, oh, yeah. Oké, okay, <laughs> 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 okay, Thomas, jouw nummer 4, wat is dat? Phantom Hourglass. Phantom Hourglass, 2007. Ja, man, die was echt goed. Dat Sowieso was... vond ik het sick dat het doorging op Wind Waker. Dat vond ik heel nice. Ja, uh, ja De characters. La Lineback is gewoon echt een geweldig karakter. Als, als die in een. In een, in een, in een we zeggen dat mainstream Zelda-game had gezeten. Mensen hadden echt gesimpt op hem. Echt. <laughs> echt. Ja, de, fucking, de, de game doet hem geen justice, maar ja, het is gewoon geweldig. Ik moet, geweldig. Even, kijken, ik moet even kijken wie dit is nu, want ik ben nu wel uh, erg. Lineback, dat is die piraat. Oh, cool. ja, 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 ik zie het. Ja, en ik vond sowieso de, de, de areas in die game waren echt heel goed gemaakt en de mechanics. Dat vind ik sowieso van de DS-games. Kijk, ja, als ze op een Switch hadden gezeten, dan is het 400 keer beter geweest. Maar de mechanics van de, van de, van de DS-games zijn veel quirkier en veel minder linear dan, dan andere Zelda-games, vind ik. Dat is wat ze voor mij beter maken. Nou, ja, dat, dat, is, dat is wel waar. Dat heb je wel een goed punt. Uh, oh, trouwens, Thomas, uh, de nummer 5 van Roland: die, heb, die weet jij nog helemaal niet. Uh, Wind Waker. Mm -hmm. En mij. En Ik ga gewoon gelijk weg. Ja, we... ja, laat ja, maar. Ja. Het alle kanten op vandaag. Oh. Ja. Een complete gehaal. Waarom gehaald. vijf? Waarom? Omdat er andere titels boven staan. Zo weet <laughs> nou, je. Ja, ja, dat is ja, ja, wel, ja, wel ja, een loofs ja, antwoord. Ja. Mijn nummer vier? Ja. Majora's Mask. Pff. Oké, okay, Thomas is niet weggegaan deze keer. Dus dat zegt. Uh, nee. dat zegt... Ik, word, ik, word, ik word oprecht misselijk van mensen die, die, die Majora's Mask ophypen. Het was echt een kut game, sorry. Oh ja, ik het Oké. Ga in debat. Roland, waarom vind jij het een goede game? Nou, ik, vond, ik had het gevoel dat ze daar met Zelda gewoon daadwerkelijk een keer wat anders probeerden. dan wat tot dan toe het, uh, een beetje de standaardformule was. En daarom was het voor mij zeg maar, wel een game die de moeite waard was. Op dat moment in ieder geval. Was het natuurlijk nog een jong broekie, maar. Ja. Oh, mijn mijn wiskunde-examen was minder stressvol dan die kut-game, echt. <laughs> ja, ik had goed. meer tijd voor mijn wiskunde-examen dan voor die meeste dungeons in die game. Ja. <tie> ja, <tie> ja Daar dat, dat ja, ben, ben ik het wel mee eens. Ik kan niet her... genieten van de game. Het is echt zo van: oh, daarin? mag niet. Loop door. Ja, het is, het is een constante stressbal wel, want je moet binnen drie dagen eigenlijk de game uitspelen. Of tenminste, ja, de ik constant zeg, die dat was toch die met zetten. die timer? Ja, met, ja, die, met, die, met die tering grote maan die boven je keek en zo van, I will kill you! Ja, de, zeg maar ja. De, de, de grote meme die je ja. uh, ja, altijd okay, gespeeld ja. Ja. Maar ik, ik, ja, ik, ik vond het dus juist wel iets hebben dat, dat, dat het timed was. Ik heb daarna bijvoorbeeld in... Uh, uh, Dead Rising heeft dat natuurlijk ook een tijdje uh, gedaan. Ja, die heeft het afgekeken. Ja, die heeft het eigenlijk afgekeken. Ik, ik dat, <laughs> weet je, ik vind in sommige manieren het kan bijdragen aan een game. Kijk, ja. je, je moet het niet in iedere game stoppen, want dat werkt gewoon niet. Maar het helpt enigszins met worldbuilding en dat soort dingen. En dat hielp dus wel echt in Majora's Mask. Deze games is toch field ook field in een jaar in elkaar gezet? Uh, twee, in twee denk. jaar, ja. Ocarina of Time twee kwam jaar. uit in 98 en in 2000 kwam vervolgens met George Mask en dat was natuurlijk hmm. wel of nee, in november 98 trouwens was, uh, was Ocarina of Time in april met, 20. Ja, precies. In april 2000, dus het is iets meer dan een meer. jaar geweest. Ja, een jaartje en een half. Ze hadden echt met, met, met wat, wat ze met, zeg maar met Ocarina of Time en, en uh, met George Mask hadden gedaan, hadden ze echt met Wind Waker en Spirit Tracks en Phantom Hourglass moeten doen. Hoe bedoel dat, je? Had, dat had die games echt zo... Nou, gewoon dezelfde engine gepakt en gewoon daarbovenop gebouwd. En dan gewoon Phantom Hourglass en... Uh, had de, had de DS de het DS eraan gekund? Nee, nee, op de Gamecube. Fuck de DS. Ja, de Gamecube en Wii ja, had het wel scherp. gekund trouwens. Ja, op, ja. Gamecube op de Gamecube ja, had het zeker gekund. Ja, ja. absoluut. Ja, dat is Nintendo, hè. die doen ja. al dingen anders dan mensen verwachten. We noemen dat mm. Weird Nintendo Decisions. Ja, precies. Zijn er meer dan genoeg. WND's. Uh, wie wil, uh, wil zijn uh, nummer drie in dat geval? Uh, nou, ik durf het niet meer. Nou, nou ja, la laat me, me maar gelijk ingooien. Want okay. uh, dit is waarschijnlijk uh, een van de meest controversiële die je, die je gaat horen vandaag. Uh, dat is. Even kijken, hoe heet hij ook weer? Uh, Zelda 2, The Adventure of Link. K. Okay. Mensen, okay. me <laughs> mensen haten deze game. The Adventure of Link. Ja. Yeah. Passie. Character Elaborate, want ik weet het niet natuurlijk. En voor de uh, luisteraars die het ook niet weten. Uh, heb ik uh, Mario uh, gespeeld? Uh, ik heb wel eens Mario gespeeld, ja. <laughs> ja. Als je daar zeg maar een kind op doet, dan heb je die game. Oh, damn. Oké. Okay. Ja, ja. ja dan snap ja, daar ik komt... wel enigszins waar het vandaan komt. Ja, daar, daar komt wel enigszins op neer. Um, zeker vergeleken met The Legend of Zelda. Dus echt de allereerste game. Dit was het, het, het tweede deel. Was het... Um... Ja, er waren veel veranderingen gedaan en mensen waren daar niet heel blij mee. Combat voelde ook een stuk moeilijker aan. En... Ja, mensen waren daar niet door op. Maar waarom je voor mij op plek 3 staat, is puur, puur, puur nostalgie. Want dit is de eerste Zelda game die ik gespeeld heb. Ah. Ik had vroeger een, een NES thuis staan. En uh, zelfs toen ik een jaartje of vier, vijf was. Uh, zat ik al op die NES, speelde ik dan uh, Mario, maar ook Zelda 2, die Adventure of Link. Heb je deze ook ooit uitgespeeld dan, op die manier? Later wel. Ik zeggen, uh, als, want... als, 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 als kind kon ik er niet doorheen komen, want is die game gewoon veel te moeilijk. Deze en is game veel en... is brutally moeilijk, hard inderdaad. Ja. Deze is echt gewoon genadeloos moeilijk. En dat is ook wel weer iets uit die tijd trouwens, dat er nou ja vervolgens dat is vaak gewoon heel anders dan het origineel. En dat heeft ja. hier Nintendo dus ook echt gedaan. En ook gewoon vele malen moeilijker. Maar ik, ik weet dat dit een heel gehate game is onder Zelda fans. <laughs> en ik, ik hou van die game. Ik vind het geweldig. En dat, ja, dat komt nou, op, wel op, haat kom op met. mijn Spirit Tracks. Ja. Sorry. Spirit ja. Tracks, overigens, de soundtrack. Godverdomme, die is goed. dat is niet normaal. Dat klopt. Nee, echt oprecht. Dat klopt. Ver, ver, die, ja. die wil ik hem wel geven. Ja, ja absoluut waar. Um, ja, ik heb deze er absoluut niet in staan ook. Ik heb vroeger zeg maar uh, ooit uh, in een ver verleden heb ik alle zelden zo een keertje geprobeerd op te starten en dit was eigenlijk degene dat ik na twee minuten wist dit is geen Zelda uit. Ja, wat ik wel hard vind, <laughs> ik vond hem op de 3DS, ik vond ik hem heel chill spelen. Ook echt, echt nice deze. Ja, of heb jij deze ook in je lijstje staan, Thomas? Absoluut niet. Maar <laughs> ik vond hem op de 3DS vond ik entertaining. Ik zou hem okay. niet aan een lijst zetten, maar het is wel entertaining. Maar nou ja. ik, snap de, ik, ik, ik snap de nostalgie. Hey, over drieën gesproken, wat is jouw nummer drie? Uh, ineens, uh, waarschijnlijk staan er dadelijk 10 man voor mijn huis met een mooie vork. Maar uh, je... ik heb Ocarina of Time op drie. Ik vond hem nice, maar ik vond hem niet. Zo goed als iedereen zegt. Nee, maar hij was gewoon goed. Roland is onderweg. It, 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 it is so, nou, is het is in ieder geval je top 3. Het is gewoon een leken. goede game, toch? Hij ja, staat ja, bij mij op vijf. Ja, dus, uh... ik Luc vond hem, heeft dus, al zeg maar, een beetje ik, ik terug. Ik vond hem niet per se groundbreaking. Ik vond hem gewoon heel goed. Ja, en dat, maar dat is het ook bij mij. Dat is hetzelfde. Ik, voor mij, ik heb hem dus gewoon echt heel veel later pas gespeeld. En toen was het niet meer de groundbreaking shit die het in 1998 uh, misschien was. Ja, sorry. Het is gewoon generatie generatiekloofje, denk ik. Uh, Roli. Ik, 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 ga even, ik ga even Marcus bellen. Want, ja, je wordt echt dit, dit te oud. Niet meer, nee, nee, nee. Met, dat, uh... dat, dat mag niet. Er zit een <laughs> kamer hiernaast. Die komt hier letterlijk achter de mic wegtrekken. <laughs> ja. Daarom. Dat, mag niet. dat willen we zien. <laughs> Spectakel. Oh nee. Sensatie. Ah, sensa Leuk. Ja, Daar hou je wel van. Eh, inderdaad. Had ik trouwens mijn nummer vier al gezegd? Volgens mij niet, toch? Of wel? Ja, nummer vier was. Ik uh, dacht dat hij genoemd was. Dat dacht ik ook, ja. Ik weet het nee, niet meer. Klinkt al. Phantom Hourglass, toch? Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, 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 ja. Ja, zeker. Ja, ik ben het uh, met Ocarina ja, eens. Het is een goede game. Als ik hem helemaal uitgespeeld had, zou hij misschien wel hoger gestaan. Ik vind de manga. die. Heb je hem die... niet uitgespeeld? <laughs> nee, ik heb echt. Nee, dan moet je echt doodgaan. Dank je wel! Dank je wel! Ik heb wel de manga gelezen die het hele verhaal gewoon vertelt. En ja, ook. Wel... <laughs> nee, nee. <laughs> <laughs> ja, toch wel. Ja. Nee, dat makes no sense. Dat, 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 je, je kan niet zeggen dat je niet van McDonald's eten houdt, en wel zeggen van, ja, ik heb de comics gelezen, man. <laughs> <laughs> McDonald's heeft geen comics, toch? Zeker wel. Je, hebt wel! je hebt die boef en die fucking... Jawel, man. Je had oh, damn, dat komen. is wel echt oldschool. Ja, man. Oh, wow. Of was dat old Burger Ik weet het niet meer, maakt niet uit. Nee, ik kan me wel iets ja? herinneren. Ja, zijn man. McDonald's comics. Bro, bro. Ja, ze bestaan. Oké. Okay. Ja. <laughs> <Jesus. laughs> <laughs> ja, 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 ja. Stefan, je nummer drie. Uh, mijn nummer drie is de Link's Awakening Remake voor de Switch. Oh. Topper, want dat is ook mijn nummer drie. Ah. Ja, ik vond hem. Ja. Het is natuurlijk een wat ouderwetse game. Mm -hmm. Dus de, de, het is, je wordt echt in de diepe gegooid. Maar ik vond het echt heel tof. Hij is zo so uh, so weird. Ik, ik heb een, ander lijstje, een andere game met lijstje die een beetje wat van weg heeft, maar wat ouder is. Mm. Uh, ik hou er wel van. Het is een keer wat anders weer dan al dat. Uh, marker hier en pijltjes hier, en uh, oplichtende objecten daar. Je moet het gewoon zelf uitvogelen. Mm -hmm. Soms zit je even vast, en dan ben je aan het kutten, en dan denk je: Ja, kutspel, ik ga ermee, ik ga wat anders doen. Ja. En dan kom je er toch achter, en dan. dan... Uiteindelijk toch uitgespeeld. Ik vond het heel tof. Zag er heel leuk uit met dat. Beetje kleiachtige achtige artstijltje, volgens mij. Ja, klopt. Klei-chibi-achtige artstijl. Ja. Inderdaad. Ja, ik ben het volledig met je eens. Ik sluit me daarbij aan. Het, uh, ik vond het, inderdaad, het frustrerende wel als je er inderdaad echt niet uitkwam. Dat, dat, dat ja. klinkt zo bekend. Ik had dan gelukkig expert Marcus, die die hele game kan dromen bij me zitten. Dus dat, dat ja, ook. nou ja. Ik heb mijn vriend Google Geel. ook al natuurlijk. Maar ik heb een beetje geprobeerd om zoveel mogelijk gewoon lekker zelf uit te zoeken. Ja. En dan, dan maar soms een dag vastzitten. Echt gefrustreerd zijn. Same. Ja, de muziek was ja, ook nee. heel goed. Uh, ja. En, uh, ja, gewoon alles. En uh, al die game wel. heeft maar een paar cutscenes ja. natuurlijk. Maar dat die, die, die gewoon echt een beetje anime-stijl geanimeerd zijn... Die, dat is ook erg, uh, erg tof gedaan. De leuke artstijl die ja. daar ook voor gekozen is. Dus uh, hele goede remake inderdaad. Uh, ja. Ik vind het origineel echt tien keer beter. En die heb ik dus nooit gespeeld. Dus ik nee, heb ik daar nul nog gevoelens van. De Game gevoelens. Boy Color, halen Die was echt goed. Ik weet niet, ik had met deze game... gewoon echt onironisch, serieus... ik werd oprecht misselijk ervan, of wel? Oh, van de nieuw, ja, van de ik, weet, ik weet ze leuk. Van de remake. Ja, ik weet niet. Die artsen was gewoon heel. heel. Apart ja, je of houdt er gewoon niet zo van klei. Ja, omdat je waarschijnlijk die originele in je hoofd slechte, zitten natuurlijk. Slechte speelgoedreclame aan het kijken was of zo. Maar het is toch hetzelfde als dat bepaalde series van vroeger nu ge, 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 ja, reboot worden. En dat je echt denkt: Gadverdamme, is dit voor AliExpress. Ja, yeah. yeah. okay. ik zit nog steeds te wachten op de live-action Powerpuff Girls serie. <laughs> nou, <laughs> jij ten, en, ten en Jij een alleen. Te, ten top hoor. <laughs> Ja. Nou, maar, oh, maar dat soort dingen bedoel korte, ik. Broer. Dan heb je zo die originele serie in je nou ja, nostalgische brein zitten. Dat alles wat opnieuw uitgebracht wordt, denk je echt van nee, alsjeblieft zeg. Ja, dat, dat, dat is wel gewoon echt inderdaad een, een ding natuurlijk. Dat heb ik met, ja, dus, toen ik Ben En ik heb de originele Link's Awakening nooit gespeeld. Dus ik heb die connectie niet. Dus voor nee. mij is dit gewoon een nieuwe game geweest. Ja, bij mij is de, geldt precies hetzelfde inderdaad. Maar ik kan, ik kan er wel in komen hoor Thomas, dat je zegt met... Uh, ja, zeker. Dus... <laughs> ja dat ook niet hielp trouwens er is één ding van die switch versie wat wel echt kut is dat is die fish eye uh, die die fish eye mechanic die erin zit dat is zeg maar het scherm is een beetje alles om je heen is een beetje vervaagd uh, als je ja als het niet in het midden van het scherm is het uh, is, is een beetje dus, depth Def field idee ja nou nee, dat dat een dat deels, maar ook omdat de Switch het anders, geloof ik, niet helemaal kon runnen. Dus dat, uh... Motion blur zonder motion. Ja, precies. Uh, dus, <laughs> ja, het is echt zo'n depth of view effect. Alles wat dichtbij is, is scherp. Alles wat veraf is, ja, is... Ja, uh... dat, dat, dat was gewoon Zij niet ziel. heel erg chill. En af en toe chuckte de game ook een beetje, omdat hij wat moeite had met de frame rate. Uh... Bij het inladen had je soms wel even dat hij in kakte, maar op toen nu werd hij wel weer steady. Ja, nee, precies. Al met al echt een toffe game. Ja. Uh, de nummer twee zijn we dan aangebroken. En dan... Pak ik hem toch zelf? Uh, Link Between Worlds heb ik op nummer 2 staan, uit 2013. De 3DS ja, die 3 ds game Steven ook net iets toffer dan uh, Link's Awakening. Ja, Sam, dit is dus de Dit. Nou, en hier komt dus uh, mijn confession: Dit is de eerste Zelda-game die ik ooit heb uitgespeeld. <laughs> ja, dat zegt veel goed yeah, als je daar meestal dat niet aan toe komt. Precies. Dus uh, dat is de ja, eerste. Ja, in dat opzicht. Uh. En het was een goede om te spelen ook. Ik vond namelijk de mechanic tussen de twee werelden switchen: tussen uh, Hyrule en Dark Hyrule. Uh... Wat, wat die andere namelijk weer, Low Rule geloof ik. Daartussen switchen, die, dat werkte heel erg goed op de, de, de touchscreen. was daar gewoon voor een beetje inventory en af en toe de puzzeltjes die daarbij ja. hielpen. De puzzels zelf waren heel leuk, dat je in de muur kon klimmen en dat soort, uh, dat soort zooi. En ja, als vervolg op Link to the Past toch wel een beetje. Ja, het lijkt heel erg op, uh, op Link to the Past, maar dat is ook een beetje de bedoeling... Van deze, van deze titel eigenlijk. En ja, al met al enorm mee verma vermaakt. En uh, de, de, de krijtartstijl wanneer je dus in de muur gaat, dat vond ik vooral heel tof. Dat is echt, dat staat me gewoon nog heel erg bij. Ja. Nou, ja. ja, sluit me bij aan. Okay. Ik vond ik ook heel tof. Zeker voor een handheld game, lekker s'avonds op, uh, op bed nog even stukje zelden spelen. Precies. Dat is wat ik me kan herinneren van toen. Ja, ja ik uh, kijk, ik weet niet wat, uh, wat ik toen deed. Ik was 16. Nou, ik zal in de derde of vierde klas hebben gezeten of zoiets. Uh, Roland, Thomas, hebben jullie even jullie nog uh, iets te zeggen over deze Legend of Zelda game? Uh, niet echt. Oké, okay game. Oké, okay game, hoor ik. Ja, ik vond, hem, ik vond hem wel leuk. Ik zou er niet over naar huis hebben. Maar... <laughs> ja, gelukkig ben ik daarvoor. Ze maken verschillen. Maar... Precies, Precies, Voor ieder wat Eh uh, uh, Roland draag een stokje over aan jou, jouw nummer 2. Mijn nummer 2, uh, dat is eigenlijk uh, een Zelda game die ik niet uitgespeeld heb, die ik eigenlijk maar een paar uurtjes gespeeld heb, maar Oei. waarvoor ik wel bereid ben om gewoon nog steeds een switch aan te schaffen, S en dat is Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, dat is een slechte keuze om naar jou door te gaan. Dit is mijn nummer één. Ja, nee. Dat ik ook dat, op één staan, maar dat, ja, dat, wat ik dat, zeg. Dat had ik ook wel verwacht, dat die bij jullie op nummer één zou staan. Kijk, Breath of the Wild is gewoon... Bij mij is het een eeuwige discussie welke is beter, Ocarina of Time of... Breath of the Wild. Ook nou, Queen of Time heb ik daadwerkelijk uitgespeeld. En um, die game is qua verhaal gewoon insane. Breath of the Wild schuurt er wel echt tegenaan. Maar omdat ik hem nooit echt uitgespeeld heb en dat soort dingen, is het wel een beetje van. Ah, dan kan ik er niet een compleet oordeel over vellen. Maar wat ik allemaal heb beleefd in die game en wat ik heb uh, meegekregen. Insane. Die game is maar echt het is sowieso niet bizar. comparable toch. Het is een beetje nee. nee. als je een auto van 30 jaar met een auto van nu gaat vergelijken. Ja, toen was dat ja. een auto. Ja, ja. ja. oké, okay, maar er zijn auto's van 30 jaar die je heel graag zou willen hebben? Precies. Een, een klassieke Ferrari of zo. Ik maar ik denk maar ze zijn dat, beter dat het is. Al de dingen. Het is niet dat ze. Al nee, een ik denk dat het beter is. Ik denk dat in Ocarina ook gewoon de focus veel meer op het verhaal ligt. En dus ja, de wild, je hebt wel het verhaal en er zitten leuke dingen in. Maar het Discovery-aspect. Precies. De kern van ja. de game is gewoon die open wereld die je verkent. Je, niet alles wordt voorgekauwd, dus je loopt gewoon ergens naartoe. Werkt zo ontzettend goed. Precies. Yeah. Dat, dat is het sterke punt van die game. Het verhaal aan het zieken niet Wild nou ja niet heel denderend. Je nee. no, no, hebt no. vier uh, Divine Beasts die je dan moet activeren. Of ja. niet, dat moet je zelf weten. En alles wat ertussenin zit, is ja, mensen komen je helpen. Uh, het is allemaal niet heel spannend, origineel. Er zitten leuke karakters in, maar dat is het ook wel. Maar dat is, dat is inderdaad het, het grote verschil. Breath of the Wild draait heel erg om de mechanics. En wat is er allemaal ja. mogelijk, doordat je de mechanics zelf probeert, ja. Dat is dat ontdekkingsaspect. En Ocarina of Time draait heel erg om dat verhaalaspect en hoe groot Cies. en episch dat is. En ja, het dat, dat zijn gewoon twee. Dat is appels met peren vergelijken in dat opzicht. En dat terwijl het binnen dezelfde ja. reeks valt. Nou, zowel appels als peren zijn lekker, dus dat scheelt. Uh, dat scheelt. Ja, ja, absoluut. En, ja, dit is dus ook mijn nummer 1. Uh, jongens. Ik heb uh, 150 uur erin zitten. Nee, al met al heb ik er dus al 200 uur in deze game zitten. Namelijk mijn eerste game, mijn eerste Switch die ik zeg maar na twee weken weer moest of na een week weer moest inleveren bij de Game Mania, omdat het hij als een haardroge geluid maakte. Toen had ik al een goede mm. 25 uur in deze game zitten. Switch ingeleverd, een week, toen was het een week wachten. Of nou, ja, eigenlijk, ik wist niet hoe lang ik moest wachten. Uiteindelijk bleek het een week te zijn, kreeg ik een nieuwe switch. De eerste 25 uur: zo compleet weer opnieuw er doorheen geramd. En hup. Ik heb even daar doorgestoten. En zak ik uiteindelijk op 125 uur. Uh, nee, is... daarna wilde ik nog, nou, toen werd uiteindelijk die switch en die save gestolen dus nu wil ik hem weer opnieuw nog een keertje spelen en dan gaan we gewoon voor nog een uh, voor, voor nog een ronde uh, de, ik kan... ik op warm voor deel 2 precies, ik kan niet van deze game afblijven ik vind hem zo fantastisch en ook de manier waarop ik hem gespeeld heb helpt denk ik daar ook wel heel erg bij want ik heb heel veel deze game gespeeld met een maat van me die gewoon aan de telefoon hing hadden we gewoon via whatsapp hadden we een, ge een belgesprek aanstaan uh, op speaker of via een oortje. En dan allebei waren de game aan het spelen. En dan was het ja, ja ik zit nu uh, in dit gebied. Oh ja, ik ben nu een berg aan het beklimmen. En nou ja, dat we elkaar ging helpen... om ook die geheimen, ja, nice. bij die geheimen yeah. te komen. En van, oh shit, er zit hier een ferry of een shrine, what the fuck. Nou ja, gewoon het was zo mooi dat je op die manier... toch een beetje co-op die game aan het ontdekken was. En met zo'n wereld ja. waarbij het ook heel goed kon... dat er zoveel geheimen waren. Ja. Goed, dat is mijn, uh, mijn pleidooi. Nou, dat kan ik meer vinden. Ja. Thomas, heb jij deze ook in je top 5 staan ergens? Breath of the Wild? Ja. Yeah. Nee. Oké. Okay. <laughs> wat, is, wat is dan jouw nummer 2? Thomas gaat echt <laughs> op die nostalgische tour. Ja, okay, ja, het, het, het is echt, echt een hele, hele, hele goede game. Maar ja, ik ben wel van, van de kant van... Ja, is het een Zelda game? Ah, ik, mis de, ik mis de draad. Ik mis, de, ik mis het handje vasthouden een beetje. Uh, de, 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 ja de, de story is goed maar het is niet dat je zegt van holy shit ik ga nee, deze precies. story opnieuw spelen ja, deze zelf zeg maar... is echt is zo goed vanwege ja, de mechanics niet zozeer vanwege de ja na nou, 130 keer een tablet scan... heb ik ook wel zoiets van ja oké okay, I, I get it ja nou ja. ja. daar kan ik mee vinden zeker wat, wat is jouw nummer 2 dan Thomas <laughs> luister als je zeg oh. maar oh. <laughs> oh, God. als het je lukt <laughs> gelijk indekken <laughs> Om zeg maar een boss fight te doen vanuit een trein. Ja, sorry. Maar dan win je gewoon. Kom op. Spirit Tracks is een geweldige game. Oké? Okay? Lekker Thomas, lekker. De bosses in Spirit Tracks zijn zo fucking intriguing. Het feit dat hij de bovenste en de onderste scherm gebruikt voor de visuals. Dat je de hele bos ziet. En, ja. De soundtrack, de, 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 de areas, gewoon het feit dat je gewoon een trein hebt, dat je hem zelf kan besturen, zelf kan weten waar je heen rijdt, zelf je trein kan customizen hoe die eruit ziet. Die mechanic met die geestversie van Zelda, die in een, in een phantom suit kan en daarmee de puzzels moet oplossen in, in, de, in de dungeon. Het is gewoon echt een puzzelgame en dat is waar Zelda voor staat. Ja, ik weet niet. Ik geloof ja. echt als deze, als deze op de Switch zou uitkomen, het zou echt een banger van een fucking game zijn. Echt. Ik ja, zag je hebt de... bijna fans volgens mij uh... Ik zag Roland zijn <laughs> headset afdoen en bijna ik zie hem bijna huilen. Vertel ja. Roland. Nou, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand Spirit Tracks op plek 2 zou zetten in een top 5, nog boven Ocarina of Time. Ik kan me oh, dat echt luister, niet voorstellen. ik ben echt die hard zelf en even... ik ben echt groot fan van Zelda. D ik... Daarom kan ik me niet voorstellen dat je Spirit oh. Tracks boven Ocarina of Time zet. You see that? <laughs> ja, ja, ja ik zie het ja, je, voor, ja. voor de mensen thuis en die luisteren die, die, kunnen dit, uh, die, die kunnen Thomas niet zien maar Thomas heeft een tering groot schild van uh, een, een hydro uh, staan en oh, ik zie die, ja, die de, de, en het de master sword bij, heeft hij ook breath of the wild collectors edition ja ik zie het ja Alles. ja dit, dit maakt het dus, dus des te pijnlijker dat je spirit tracks boven ocarina of time zet dat, dat, <laughs> daar kan ik met mijn hoofd gewoon echt <laughs> niet bij daar kan ik echt niet bij nou, zeg maar, ik, ik vond zeg maar, ik vind ze allebei, laat ik het zo zeggen, ik vind ze allebei even goed, maar Spirit Tracks was meer exciting, het was, me, het was echt iets anders, het was niet, het was niet, het was niet binnen de lijntjes, like, wie de fuck verzint er om, 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 om een game te baseren nee, om, om, een, om een trein heen? Het doet wel is echt zijn eigen ding. Ver. Waarom? Ja, ik weet niet. De, de, okay, de... Ja, nee, weet je, smaken verschillen. Prima. Er zit ik, ik wel... werelden in die gewoon heel goed waren. Die onderwaterwereld. Ja, ik vond dat echt ziek gedaan met iedereen. Nu wil ik vooral horen wat je nummer 1 is. Eigenlijk. Ja, dat, dat mag je van mij inderdaad ook uh, gewoon gelijk naar oh, doen. Er wordt wat opgepakt. Het is, ik geloof de fluit van de Windwaker. Uh... Fluit? lijkt op een fluit. <laughs> <laughs> Wind Waker, 100% Wind Waker is gewoon ja. Ja, Het maakt niet uit hoe vaak je hem speelt Je komt altijd wel shit tegen En voor wanneer die uitgekomen is Vind ik dat echt insane ja. En gewoon überhaupt De, 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 de techniek erachter die, die ze in deze game gebruikt hebben Om dit te laten werken op de Gamecube De Gamecube is fucking weak Dat deze game op de Gamecube werkt is echt een wonder Ja, dat klopt <laughs> Het is insane ja, daar hebben we het eerder al over gehad. Hè? Die cel-shaded... Uh... Ja, ja, en het feit beetje, dat dat werkt. Uh... En dat als je nu een Gamecube koopt en die game aanzet... dat het nog steeds even entertaining is. Ja, ik vind dat wel wat waard. En de story is gewoon insane. En de muziek is echt... hands down denk ik de beste muziek in de game die ik ooit gehoord heb. Nou, ja, de enige reden waarom die ook niet in mijn top 5 staat... is omdat ik hem nog niet gespeeld heb. <laughs> <laughs> dat is de reden. Ja, ik, ik, daarom hoop ik al drie jaar dat hij naar de Switch komt. Al, wat is het? Vijf jaar sinds 2017. Ja... En, ze gooien Le van alles op die Switch, maar niet degene die ik wil spelen. Eigenlijk kunnen ze hem gewoon zo rechtstreeks doorzetten. Even een HD-sausje erover. Ja, dat is leuk. Het HD-sausje heeft hij al, want die was natuurlijk op de ja, Wii U. Ja, precies. Ze moeten alleen even in die file moeten ze van 27p, moeten ze even 1080p maken. En dan dat dus is hem het, uitbrengen. ben je klaar. Ja. Ik vond, ben je <laughs> je klaar. De Wii U ook echt heel sick. Ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb echt genoten van die game op de Wii U. Ze hebben de soundtrack op sommige plekken een beetje minder gemaakt, maar op sommige plekken ook echt tien keer beter. De, 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 oh, dus ik dat niet. gewoon op Wind Waker op de Switch Met een remastered soundtrack Met echt een orkest en alles ah, Ik vind het ook wel holsom awesome dat, 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 dat hij gewoon op de Wii U zit Ik weet niet ik vind, uh, mensen Ja maar om... dan kunnen de maar de vijf Wii. mensen hem spelen Dat is het probleem Oh ben je, zo een, ja? ben je ja, er zo in ja, ja 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 dus even ben zo ben jij. <laughs> Iemand vro vroeg vandaag nog Aan me van Heb jij ooit iemand gekend met een Wii U En toen Nekenen reageerde een. ik ook Ja helaas wel ja, ik ken er nu twee die Ik ken er nu twee iedereen hebben. Ja, ja. kijk, daar is die. Uh. Ik ga gewoon even hier zo zitten. We ja. hebben bijna de helft van de hele populatie Wii U bezitters in deze game. Hé hey, Thomas, ik heb dus ook een echt. Wii U gehad. Echt? Ah, ja, niet meer. Mee. Ik heb de doos heb ik wel nog. Waarom de doos? Heb ik... Ja, omdat ik hem gewoon zeg maar, met controles en al gewoon naar de game heb gebracht van hier, ik wil mijn switch. waarom? <laughs> ja, de Wii U heeft oprecht echt zoveel goede games. Ja, maar game. ja, mijn Switch ook. Want alle Wii U-games, een beetje. Dat was precies ja, mijn gedachtegang. Dat dit is wel, wel mijn gedachtegang. Nee, nog niet. Welke games nog meer niet? Kut. Je moet die level uh... Er zijn er, niet, er zijn er echt niet heel veel. Het zijn de. Bijna is Twilight. alles is al Princess HD en het is uh, uh, Wind Waker HD, geloof ik. Mario Maker 1 dan niet, maar deel, ja, deel 2 is dit er wel. Deel dus... 2 is net zo goed als het niet beter is. Splatoon en... 1 vind ik nog steeds beter dan 2. Nou ah, ja, Splatoon 3 komt dit jaar. Ja, ik hoop dat die, ik. Ja. <laughs> ja ik, ben bang, <laughs> ik, ben bang. ik weet niet. Ja, volgens mij kijkt niemand hier naar uit, behalve de mensen in Japan die dat allemaal nog spelen. Ik speel Splatoon oprecht nog wel eens, maar. Yeah? Oh nee, ik, ik al heel lang niet meer. It, 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 zeg maar, Splatoon probeert te, te modern te worden. En juist nou. als Splatoon hard maakte, was, was het eerste concept gewoon het simpele fucking 4 tegen 4 sprayen ink. en de, 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 doe wat ja, je Maar dit. Nintendo moet niet een game maken die gefocust is op online multiplayer. Oh, want Dat rates. kunnen ze niet. Je hebt fucking ja, raids! Ja, maar Nintendo weet niet hoe online <laughs> werkt, dat is het probleem. <laughs> ja, dat is wel waar. Uh, Oké, okay, maar. Ik wil, ja, ik wil de top 5 ja, vijf 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 uh, nog even een keertje doorgaan. Stefan, wil jij uh, aftrappen met jou? Gewoon van. Uh, ja, noem Nummer ze allemaal de Top 5 is Niks. blank. Nummer 4. <laughs> nee, op 5 heb ik natuurlijk niet staan. Op 4 heb ik Spirit Tracks. Op 3 uh, The Link's Awakening Remake voor de Switch. Uh, op 2 uh, Zelda Link Between Worlds. En op 1 Breath of the Wild. Heb je Phantom Hardlist ooit gespeeld? Nee. Die okay. had ik niet op je, mijn. We gaan verder. Misschien dat ik mijn DS met mijn niet naar te noemen kaartje met uh, waar een heleboel games op staan. Nee. Dat daar misschien ook wel tussen staat. <laughs> ik zal eens even kijken of ik hem terug kan vinden. Oké, okay, Roland, die van jou is. Uh, bij mij op 5 Wind Waker, 4 Majora's Mask, 3 uh, Zelda, 2 uh, The Adventure of Link, dan Breath of the Wild en bovenaan staat Ocarina of Time. Yes. Uh, Thomas, jouw top vijf. Nog één keertje van vijf naar één. Ja, op vijf heb ik Minish Cap. Dat is gewoon een jeugdgame. Sowieso. Mijn eerste console die ik zelf echt zelf, zelf had was een Game Boy, dus dat was gewoon perfect. Hmm. Uh, Geen console, als uh... een handheld. Hè? Roland, zuig piemel. Zo'n Vier vet Power Gewoon omdat ik het heel hard vind dat, dat, dat de, de Wind Waker ah, nice. online verder gaat. Uh, drie Ocarina of Time. I know. It's great. Ze hebben ooit reclames gedaan met Robin Williams. Die waren cool. Uh, twee Spirit Tracks. Oh ja. Yeah. Treinen. Ja, ik, 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 ik wil het vroeger sowieso machinist worden. Ik denk dat dat sowieso. <laughs> invloed heeft gehad op, op, op deze keuze. Waarom heeft de NS hier geen reclame voor? <laughs> nee. <Dat> snap je? <laughs> gewoon uh... een, een Zelda-terrein door Nederland heen. Ja, eerlijk? No. Ik zie opportunities. ook. Um, Eén Wind Waker. Want ja, het is gewoon het beste game ooit gemaakt. Ik heb nog steeds geen ene game gehad waarvan ik echt zo zat van: nou, deze vond ik oprecht beter dan Wind Waker. En wat was, wat was nou je nummer 6 Honorable Mention? Uh, Links Crossbow Training. <laughs> top game. Uh, oh, Laten we snel oh, verder okay, gaan. Dan. Ja, dan is mijn top 5 als laatste <laughs> nog: uh, Op 5 Ocarina of Time, 4 The Minish Cap, 3 Links Awakening 2019. 2 Link Between Worlds en 1 Breath of the Wild. Uh, dan heb ik even een overzichtje gemaakt van onze van al gewoon de, de puntentelling gedaan. Ik zojuist eventjes gedaan. Oh, en zo. dat komen we precies op een top 10 uit. We hebben 10 games genoemd namelijk. Op 10 oh. staat Major's Mask. 9 <laughs> Phantom Hourglass. Heel ziek. 8 The Minish Cap. 7 Zelda 2. Op 6 Link's Awakening. Op 5 Wind Waker. Op 4, sp op 4 Spirit Tracks. Oeh. <toughs> oh. <that> track? <toughs> die hebben evenveel <laughs> even punten, dus die kun, je, die kun je omwisselen eventueel. Maar goed, daar komt het dus op neer. Op nummer 3 staat Link Between Worlds. Op 2 Ocarina of Time. En 1 is Breath of the Wild. Top 2 ben ik het nog wel best wel mee eens. Maar wat de fuck? Top 2 kan ik inkomen. Dat is echt al een eeuwenlange ja. discussie tussen die twee. Hey, ik vind het een prachtig mooie lijst. Dit is, dit oh. is de x lijst De x gen -lijst. lijst Met dit de beste Zelda-games aller alle tijden. Een toch Och, redacteuren En jezelf. Maar dat maakt oh, niet uit. Het is de x kast En dan weet je dat je dit soort ongein kunt krijgen. Goed. Oh, mijn god. Ik, ik heb nog wel. De, de, deze lijst is een misbaksel, maar er is iets wat een nog erger misbaksel is in het Zelda-universum. Ik weet niet of, uh, of, of Thomas deze toevallig kent. Heb jij ooit wel eens gehoord van de CD Interactive Games van Zelda? Oh nee. <laughs> ja, dit, die heb je sowieso memes van gezien. Ja, gegarandeerd. Dit. <laughs> dit is de, de meest cursed Zelda-content die er ooit is geweest. Ga naar YouTube en zoek even de, de cutscenes op van de CD Interactive Zelda games. Oh, en daar laat ik het bij. Gaan we verder niet op in. Maar als je echt wat... Ja, Nintendo loopt hier met een grote boog omheen. <laughs> Cursed Zelda content wil zien. Ik stuur je zo meteen wel even een linkje, dat, Thomas. The, the place ja. to be. Ja. ja, dan gaan we... Uh, wacht. Thomas, eerste vraag aan jou. Wil je de rest van de X-grenkast ook uh, meedoen? Want we gaan zo afronden, maar we moeten nog een paar uh, categorieën eventjes doorheen lopen. Of uh, oh. was dit je gast? Uh, uh... Ja, ja hoor. Ja, oh, sure. Nou ja, prima. Dan, <laughs> dan, dan, dan we even, want het is tijd namelijk voor de Corner En daarvoor hebben we eigenlijk ja, slechts één nieuw dingetje te melden, namelijk dat de volgende gratis uh, Epic Games Store-titels worden. De, de game van deze week is namelijk Terraforming Mars. Die kun je tot 12 mei downloaden. En volgende week kun je aan de slag met Prey en Jotun Valhalla Edition. Die zijn volgende week beide gratis. Prey is wel cool. Ja. Dat is een Andere games hebben de volgende, Vorige week hebben we daar vorig, volgens mij over gehad. Over de Prime Gaming titels. game nou, Gold Plastisch Plus is ingegaan deze week. Ja, PlayStation Plus is ingegaan. Games de Gold ook. Die waren toen nog niet bekend trouwens. Die zijn nu wel bekend. Nee, die uh, zijn vlak na het opnemen eruit gegooid. Precies. Yoko's Island Express kun je tot en met 31 mei downloaden. En van 1 mei tot en met 15 mei. Hydro Thunder Hurricane kun je ook downloaden. Ja. Naast U, uh, nog nog steeds tot 15 mei beschikbaar is. Precies. Prime Gaming titels hebben we wel over gehad. Fantasy Critic hebben we geen update voor... Maar ik vind het altijd leuk om jullie er even aan her ja, te herinneren. Ja, ja, we de, we fuck off, Luke. Van, dat jullie keihard achter staan. Ja, stik erin. Precies. Vraag van de week hebben we deze week niet. Wel hebben we een hele waslijst aan wat hebben we gedaan deze week. Vooral jij. Sorry. Waarom heeft niemand four Swords genoemd? Dat denk ik me nu ineens. Die dat hebben eigenlijk... we gelijk aan het begin. Hebben we dat gelijk even ja. de wereld geholpen. Four Swords. En daar en, uh, hebben we gelijk een veto op uitgesproken. En, en, en oh. hoe, wat, wat, wat was het? Triforce <laughs> Tri uh... Tri Heroes. Ja, Triforce -Tri Tri Heroes. Die komen niet eens in de buurt van de lijst. Fuck die twee games. <laughs> <laughs> dat is duidelijk. Four Swords op de Gamecube was best leuk. Like. Jawel. Ik denk dat Roland dan zelf Spirit Trace Legends vindt. Als, uh, als we die games. Uh die koopgames eruit gooien. Uh, tingles Balloon niet Fight, die Vond ik ook leuk. God, wat kom je met jouw keuzes. <laughs> uh, jongens, ik zit even te twijfelen wat we wat we gaan noemen. Kunnen we ook volgende week gewoon een hele uitgebreide wat hebben we gedaan? Uh... Doen, want dan kunnen jullie lekker gaan raven over Doctor Strange en Moon Knight. Hey, Moon Knight ik heb Doctor Strange ook gezien! Ja, ik niet, dus ik wil hem ook nog zien. Oh. <laughs> Drie van ons hebben het gezien. Nou ja, spoilers. Volgende week kunnen jullie, ja, wat mij betreft, was als jullie het uh, leuk vinden. Ik ben er volgende week, als het goed is, namelijk niet bij. Kijk even Bye. naar Stefan of hij er wel bij is volgende week. Want nou, dan... dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat bespreken we straks wel. Mo mo ja, mogelijk, volgende we niet. mogelijk volgende week. Uh, in ieder geval één man minder. <laughs> Tingle's Balloon Oh nee, dat is echt cursed shit. <laughs> dit is heel cursed oh, voor, voor iedereen die dit niet het niet gezien uit. heeft: Tingle's oh. Balloon Fight kun je op zoek. Is voor de Nintendo DS was het een game. <laughs> um, Lukt Nintendo. Oh, dat is zo'n zo reward geweest. Zo'n Nintendo ja, reward uh, game, inderdaad. Ja, jongens, weet je wat? We doen. Zo Gaan gewoon we lekker weekend vieren. Ja, ik denk dat we dat gaan doen. En dan gaan we volgende week gewoon kijken of we het gaan hebben over alles wat uh, we deze week gedaan hebben. Of dat we weer een gloednieuw onderwerp hebben. Jullie mogen die namelijk gewoon insturen. Podcast.xgm.nl. Kun je ook al je vragen naartoe sturen. En ja, dat uh, is alweer denk ik dan het einde van deze xgm cast Ja, ik wil het heel graag hebben met jullie jongens over wat we gedaan hebben. Want het is heel veel. Maar ik denk dat we dat gewoon lekker volgende week uh, doen. Dan gaan we ja. gewoon echt tijd ja, voor, in, uh, voor in. Uh, in... Roosteren om het zo, ja, zo, uh, zo moet ik het zeggen. Anders dan uh, heb ik een spraakgebrek. Wat ik wel gewoon nog snel wil zeggen: Rogue Legacy 2 is fucking awesome. Ik kan me gewoon eindelijk spelen. <laughs> jij <Ja, maar laughs> bent, bent biased, jij bent biased. Nou ja, bias, oké nou uh, game? Rogue Legacy 2. Echt nog nooit van gehoord. Thomas, oh, dit is, dit is oh, pas nou op wat je zegt. Ja, pas nou, dus we, gaan, <laughs> we zijn bijna klaar. We gaan, we <laughs> we gaan hier er niet echt, nu over ranten. Dit ziet er echt uit als een iPad-game. Wat de fuck is dit? <laughs> Dacht hij eigenlijk wel? En ja. on that ja. terrible disappointment. <laughs> is dit alweer het. Een... Volgende week, wat is jullie favoriete iPad game? Oh damn, dit is een hele goeie. Dit moeten we gaan doen. broken. Yeah, dit doen. Iedereen, heel erg bedankt voor het luisteren en op kijken naar alweer deze aflevering 60 van de X-Gencast. We zien jullie graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering. Thomas, heel erg bedankt dat je er ook eventjes bij was en dat je je top 5 hebt gedeeld ja. met ons. En uh, jongens, ik wens jullie alvast een heel fijn weekend en tot volgende week. Fijn weekend allemaal. Fijn weekend.